Dag dames en heren. In het Friese Anjum begon vanmorgen de dag prachtig. Nauwelijks wind, snel oplopende temperaturen, veel blauw. Alhoewel, we zien die licht witte waas. Dat is hoge bewolking, sluibewolking. En dat hoort bij een actief gebied met buien, intensieve regen... dat op dat moment nog vooral boven Frankrijk lag. En vanaf grote hoogte kunnen we dat ook allemaal heel mooi terugvinden. Vanmorgen vroeg opklaring in grote delen van Nederland... Veel meer bewolking ten zuiden van ons. En we zien eigenlijk een band met bewolking zo over Duitsland, Frankrijk in bewegen. En die band met bewolking is de scheidingslijn tussen aan de ene kant redelijk warme lucht in onze omgeving en aan de andere zijde behoorlijk warme lucht gewoon ronduit hete lucht bijvoorbeeld in zuidelijk Duitsland waar in Beieren bijvoorbeeld de temperatuur vandaag op kan lopen naar 35 tot 37 graden. Nou, dat zijn temperaturen die wij vandaag in Nederland niet gaan halen, maar we zitten wel op die scheidingslijn en die warmere lucht die probeert onze omgeving binnen te komen, gaat waarschijnlijk niet lukken. We krijgen wel met de bewolking en de buien geregen te maken. die vanuit Frankrijk dichterbij komt. En dat kunnen we ook mooi zien. want inmiddels is het pakket met bewolking al boven België aangekomen. Daar zijn al op sommige plaatsen. De nodige millimeters aan regenwater gevallen. Het zuiden van Nederland is bewolkt geraakt. In het noorden daar is het nog opgeklaard. En als we dan naar de radarbeelden van West-Europa kijken, dan zien we heel mooi dat op die scheidingslijn tussen die twee luchtsoorten ook al in midden-Duitsland wat buien actief zijn. Zelfs in de Belgische Ardennen was het vanmorgen vroeg al niet helemaal droog. En op het randje van de kaart zien we dan dat actieve gebied met buiig regen, soms ook met onweer, vanuit Frankrijk al naderen. En als we dat in Beweging zetten, dan zien we dat halverwege de ochtend het gebied al zo'n uh, beetje in het noorden van Frankrijk heeft bereikt. En op dit moment heeft dus ook al een deel van België, met name Wallonië, ermee te maken. Het komt onze kant op, maar het gaat niet het hele land bereiken. Op de Nederlandse radar zien we overigens op dit moment nog heel veel ruis in het westen en midden van het land. Maar de eerste neerslag-echo's hebben zo uh, aan het einde van de ochtend al delen van Brabant bereikt. En we zagen het net op de satelliet en op de radarbeelden van West-Europa. Er komt nog veel meer achteraan. En de weermodellen die gaan daar goed op uh, los, wat berekeningen betreft. Want vooral in het uh, oosten en zuidoosten verwachten ze tot vanavond 8 uur tientallen millimeters aan regenwater. Het uiterste noorden en westen van Nederland blijven droog of zo, goed als droog. En in midden-Nederland nou, zitten we een beetje op de wip. Daar zou op sommige plaatsen ook wel zo'n 10 tot 20 mm kunnen vallen. Maar het accent ligt dus echt op het oosten en met name zuidoosten van Nederland. En na 8 uur vanavond valt er ook nog wel wat regen bij. Met name in Duitsland komen dan op dat moment... een paar hele zware buien tot ontwikkeling met echt noodweer. Dat zullen we waarschijnlijk nog wel in het nieuws te zien gaan krijgen. En in Nederland ja, hebben we het vooral te maken met heel veel regenwater. Langdurig, intensieve regen. Maar vannacht, dan wordt het uiteindelijk droog. Dus vanmiddag nog met name in het noordwesten zonneschijn. Elders bewolkt, dat zonnetje zal in Limburg niet meer te zien zijn. Maar daar kan wel weer een enkele onweersbui voorkomen... Tientallen millimeters regenwater, ook in het uh, oosten en midden van het land. En temperaturen voor de regenuit plaatselijk nog oplopend naar een graad of 25. Vanavond trekt de regen via het oosten weg, vannacht wordt het droog, volgen opklaringen. En dan hebben we morgen vrijdag weer een hele mooie zomerse dag met flink wat zonneschijn. Stapelwolken in de middag, misschien in de ochtend in het westen nog wat laaghangende bewolking. En landinwaarts gewoon weer zomerse temperaturen van 25, misschien wel 26 graden. En Zaterdag komt er nog iets bij, ook dan heel veel zonneschijn, zeker in het westen van het land. Temperaturen 27, wie weet wel 28 graden. En zondag dan gaat de temperatuur nog verder omhoog. Met veel zonneschijn wordt het dan een graad of 30. Het lijkt voorlopig de laatste warme dag te worden. Want begin volgende week gaan de temperaturen duidelijk omlaag met een westelijke wind. Maar goed, 23 graden als gemiddelde voor Nederland is nog best aangenaam. En ondanks dat er wat meer bewolking overtrekt, lijkt het overwegend droog te blijven. Wat mij betreft, tot de volgende keer.